Je kijkt naar Twentyverse met Rutger en Denise. Je kijkt naar Twentyverse, word het lekker op je vis. De ingrediënten liggen klaar, zoek een schipgerechtje maar. En hoop dat de emotiecupcakes vandaag lukken. Wat heb je allemaal nodig? Nou, cupcakes, de slag. Gele marmerstein. Deco, ratatie tubes. Chocolade glazuur. Nou jongens, voor het eerst in de geschiedenis van Twentyverse Kitchen een recept zonder bleuband. Nou, dat is niet helemaal waar. Want, wat heb ik hier op de achterkant van het pak gelezen? Nou, er staat 100 ml plantaardige olie. Maar, ik heb stad en land afgezocht om toch bleuband te kunnen gebruiken. Wat dan? Want, kijk maar eens wat ik hier heb. Plantaardige olie! Ja! Oh, gelukkig. Ik was al helemaal ongerust. Ik zei wel dat alle ingrediënten klaarstaan, maar je ziet er helemaal niks van. Het staat helemaal niet klaar. Het staat helemaal wel klaar hier. Hallo allemaal en welkom bij de nieuwe Twentyverse Kitchen! Yay! En Rutger, we hebben ons aan ons woord gehouden. Ja, want de vorige Twentyverse Kitchen had meer dan 10.000 duimpjes omhoog. Dus dat betekent dat we voor de herfstvakantie deze video al hebben opgenomen. En zullen we afspreken bij 10.000 duimpjes? Doen we ook weer voor de herfstvakantie? Kerst! Oh! Ja, ja. Ja, dan doen we het ook voor de kerstvakantie. Ja, deal. Ja. Wacht, heel slim. Ik ga iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. Oh. De open voor verwarmen. Oh. De klok slaat gelijk. Alles is van slag omdat ik zo slim doe. We gaan... Niet tegen de camera trappen. Bijna viel alles om. We gaan vandaag echt iets fabulous maken. Namelijk emoji cupcakes. Yes. Wat zijn emoji cupcakes? Nou, op je telefoon, bijvoorbeeld op WhatsApp, Twitter, Instagram, kun je natuurlijk die leuke emoticoons gebruiken. Emojis. Tegenwoordig heet dat emojis. En die gaan we vandaag maken op cupcakes. Ok. Laten we maar beginnen, jullie zien vanzelf wel hoe het moet. Althans, ja. Dat gaan wij zelf ook zien, want ik heb geen idee. Weet het zelf ook niet. Nee. Zet de papieren bakvormen op de bakplaat of in de baktray. Baktray. Nou, dit zijn de papieren dingen, denk ik. Ja, die zitten hier ook in, maar ik heb leukere gekocht, denk ik. Ja. Ik vond ze niet leuk genoeg. Nieuw? Jongens, dit zijn de ingrediënten. Ja. Lees het in de beschrijving. Ja. Maar ik heb even ruimte. Ze zijn wel heel leuk, Rutger. Ja, erg goed gelukt. Kijk. Het kopen. Ik heb hier poeier. Voor hoeveel is het eigenlijk? 12. Nou, allebei 6. Ja. Mmm, lekker. Heerlijk. Ik besef het me niet. Nee. Yes. Zo heet. Maar wat is een baktray? Oh, ik weet het. Zo'n ding met de vormpjes waar je dit in past. Oh nee, dat hebben we niet. Oh. Ja, die heb ik wel. Die moet ik dus meenemen. Je zal eens iets meenemen. Ik vind de volgorde niet logisch. Dit is... Nee, dit doen we anders. Hey, ik ga straks hiermee verder. Nou, oké. Okay. Anders snapt niemand dit recept. Ja, heel goor. Maar het gaat toch de oven in. Doe de bakmix in een kom en voeg de olie, eieren en water toe. Zal ik even een schaar aan geven? Nee, dat gaat niet. Nee. Ja, goed gegaan, zeg. Heel knap hoor. Dat zou ik nooit doen. Wow, die geur. Heel, heel goor. Heel chemisch. Heel chemisch. Ik gooi het er nu in. Oei, dit ging al mis. Gooi hier de schillen in. Nou, dat scheelt een hoop opruimen. Heel slim hoor, we zijn een geoliede machine. Nou, voeg de olie toe. 100 ml. Hebben we een... Oh, wacht, nee. Kijk eens hoe handig van bleuband. Nou. Staat op de zijkant. Hashtag spon. Nee. Oh, jawel, dan moeten we tot de 400, want dan hebben we... 10 is 25. Nee, het is wel handig. Ja? Ja, er zit 500 in en als je dus tot het streepje van de 400 doet, dan heb je dus 100 ml. Nee, kijk, natuurlijk is het slim. Kijk, maar je ziet toch, je ziet helemaal niet. Toch? Oh, wat erg dit. Je ziet helemaal geen verschil. Omdat het wit is. Ja, omdat het
aan de rand plakt. Dus nu doen we alles. Nu weten we niet hoeveel erin zit. Ja. Nog iets, nog ietsje. Volgens mij is de enige manier om er nu nog achter te komen hoeveel erin zit door alles in een ander ding. Ja, ja? Ik ga het niet laten verzieken. Wat een gedoe. Nou. Oh. Waarom hadden we het niet gelijk hierin gedaan? Heel dom. Voorstel dat als je dit in je lichaam doet. Ja, zo. Nou, nog een beetje daarbij dus. Oh, wat zijn wij slim. Nou zeg. Heel handig hoor, hoe we dit doen. Dus de rest gaat hierin. Ja. Nou, dit is echt een vraag die je op je CITO-toets had kunnen krijgen. Ja. Nou, als dit ooit gaat lukken. En nu denk ik de mixer, hè? Ja. Ik heb gemixte gevoelens over of dit gaat lukken. Dit kan toch nooit goed zijn. Het is heel vloeibaar. Misschien zitten er zoveel E-nummers in dat het toch dik wordt, maar het ziet er heel slap uit. Kijk dat het wel goed is hoor. Oh, het wordt ineens dik. Net als ik. Ik leg even beslag op de mixer. Ik doe het wel. Maar wat doen we nou hiermee? Nou, drinken. Ja. Drinken. Oh. Tot zover. Nou ja, jij bent ook niet in vorm, dus. De cakevorm. Waar zijn die nou? Die had ik toch thuis, hè? Heb je goed gekeken? In die doos weer terug? De cakevorm. Gekeken. Oh. Goed, ik heb bij de vorige video heb ik al mijn woordgrappen ook moeten ondertitelen. Want je had nooit wat door. Jij doet alles paars en ik alles roze. Oké, welke cup heb jij? Stipte. Rudolf doet dat altijd met een ijslepel. Ja! Geef maar hoor, dit gaat helemaal mis. Hè? Doe maar. Oh. Nee, hou open. Dit mag echt niet mislukken. 1, 2, ja. Nee! Oh! Een hangende cup. Nou, die past ook weer bij jou. Die lekker. Waar leg je nou neer? Ik hang gewoon in één keer in de wasbak mieteren. Hup. Oh, dit had ik ook erin laten vallen. Kunnen we niet gewoon schenken? Dat was een idee. Oh. We hadden hem onderhouden, je trekt hem weg. Ja, maar... Mislukt. Oh, ik weet wat we hadden moeten doen. Een twee. Dom. Oh, heel slim. Een stevigere. Je bakt er niks van. Doe ik dit er... Oh. Let wel op, hè. Laten we het in de oven zetten. En kijken wat er gebeurt. Nou, schuif hem er maar in. Jij weet hoe dat moet. Sinds een tijdje zijn de emojis natuurlijk allemaal geel geworden, standaard. Dus heb ik hier ready to roll icing in geel. En dan dacht ik, dan gaan we ze heel plat maken, uitsteken en dan over de cupcakes leggen. En dan kunnen ze daarna versieren als emojis. Nou, vind je die knap, dit idee? Oh. Zo. Ik liep dat die tafel onder binnen gaat. Waar hadden we onze handen niet moeten wassen? Oh, wacht. Ja, heel door. Ja. Luchtalarm. Wist je trouwens dat je handen pas echt goed schoon zijn als je heel lang zoals leven hebt gezongen? Anders, helemaal? Ja, met zeep. Met hoera erbij. Dat weet ik niet. Hoera! 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 Ja. Nog één voor de bacillen! Hoera! Ik denk dat het zo wel goed is hoor. Nou. Nou, niet goed. Nee, nog. Heel knap hoor wat ik doe. Hoe vaak is die klok al gegaan in deze video? Nou, vaak. Kun je nagaan hoe lang het opnemen duurt? Zo, deze is heel dik. Nou en? Nou, die hoef ik niet hoor. Zo'n dikke. Het is voor het eerst dat je dat zegt. Heb jij dit nou gerold of deed ik dat nog? Kan ik me niet meer herinneren. Nee. Had jij deze nagels nou gelakt of was ik het? Ik weet het serieus niet meer, maar ik zal het wel doen. Heb ik het gedaan? Had jij me nou aangekleed vanochtend? Een haar. Oh, heel erg. Godver. De cakes zijn helemaal ingezakt. Nee. Oh, kijk, ze waren heel mooi. Beter. Moesten ze er toch langer in? Zoals ik zei,
Huh? Dat zei ik hoor. Ja, we laten nog 1 minuut, ja? Gewoon omdat ze wat groter zijn. Ik ben bang dat ze inzakken. Nee joh, dan worden ze te droog. Succes. Ga je niet helpen? Nee, ik doe toch nooit wat? Ik zei, doe ze terug. En toen zei hij, nee. Het is een blamage dit. Nu, de allerlaatste stap. Ga ze versieren. Maar dan de vraag, welke ga ik maken? Nou, zullen we anders eerst voor elkaar de emoji die de ander omschrijft? Ja, ik weet het al. Zo. Zuur. Moet je ruiken. Aan je cake. Ja, ik dacht dat jij het was. Wat? Die geur? Oh, ja. Nou, nee hoor. Het zijn de emojis, nemen me over. Moeilijk hoor dit toch. 3, 2, 1. Oh, ja, nou dat vind ik wel klopt. Ik heb die andere. Oh, dit is wel andere. Maar wel mooi zeg. Dank je. Ja, ik heb deze gekozen. Op de, zeg maar, de onhandige een beetje van, oeps, omdat jij altijd... Nou ja, zo ben jij gewoon. Ja, ik heb deze wel, omdat we altijd hard lachen. Vooral op WhatsApp en zo. En in het echt ja, maar die staat ook wel bij mij op 1. De tweede ronde. We gaan een emoji binnen 2 minuten maken. Noem jij even een getal? Noem maar een getal. 9. 1, 2, 3, 8, 9. Oké, dat is die deze. Die is heel makkelijk, yes. Die is heel makkelijk. Zet een timer voor 2 minuten. Oké, we zijn begonnen 2 minuten. Heel erg. Oh, vergeten zijn hoofd. 1 minuut 15 seconden. Oh, heel erg. Oh, hij wordt heel lelijk. Oh, wat nou, erg. Nou, af hoor. Klaar? Ja, niet helemaal gelukt, maar... Oh. Laat het zien. Kijk, ik vind hem bij jou toch zieliger. Beter gelukt. Oh, bedankt. Je moet je allerleukste emoji uitkiezen en die ga je maken. Van de gele. Van de gele. Oké. Okay. Zou jij je nog kunnen voorstellen dat er geen emoties zouden zijn? Hoe deden we dat vroeger? Oh ja, nou, dubbele punt P. Ja. Dubbele punt D. Dubbele punt S. Ik vind eigenlijk ook dat ze op school gewoon je les moet geven hoe je emoties gebruikt. Ja, en in welke situatie. Mijn ouders sturen echt de verkeerde emoties op de verkeerde momenten. Dat je gewoon echt denkt dat ze dingen heel anders bedoelen. Ja. Maar ze moeten echt gewoon emotiologie geven op school. Ja. Ik zou dan sowieso een 10 hebben. Nou, ik moet zeggen, ik vind die van mij erg leuk gelukt. Nu denk je misschien dat we klaar zijn. Ja, maar ik heb nog 1 verrassing. En daarvoor hebben we nodig deze spuitding en chocolademousse. Oh, weet je het al? Ik denk dat ik het al weet. Welke? De drol. Ja! Ik hoop zo dat dit lukt. Is die nou zo stroef? Hoe bedoel je? Mijn poep? Kijk hoe goed deze is gelukt! Heel mooi! Oh my god, dit is echt heel leuk! Goed persen! Wow, die is leuk! Oh, hij valt om! Snel afmaken! Dit hadden we moeten voorbereiden! Oh, hij stort in! Oh, nou mijne valt nog wel mee. Bij mij valt hij ook, maar niet mee. Heel lelijk! Alsof je ooit een mooie drol hebt. Nou. Oké, de presentatie. Tada! Maar deze staat echt op instorten. Dus ja, bij mij laten we hem ook opeten. Okay. Heb jij geen thumbnail gemaakt? Heel dom. Elke keer. Elke keer weer. Ik heb hem al op per ongeluk met mijn mond. Mm. Oh, die drol is helemaal ingestort. Ja. Jammer. Oh, het is meer diarree nu. Nieuw, de diarree emoji. Oh, we hebben inmiddels alles opgeruimd. Maar ja, de drol emoji, daar is niet heel veel meer van over. Maar hij is er niet minder lekker om, deze drol. Heerlijk is het. Ik ben ook wel benieuwd of een van jullie ze misschien wel na gaat maken. En misschien wel mooier. Nou, die kans is groot dat dat gebeurt. Groot, ja. Maar als je ook emoji cupcakes hebt gemaakt, vergeet er dan niet even om een foto van te maken. En deel hem op Instagram, Twitter... Of stuur hem op Snapchat. Ik ben zo benieuwd. En tag ons er ook even in, want dan zien we ze weer sowieso. Ja. Oh, ik ben benieuwd wie de allermooiste emoji cupcakes kan maken. Ik ook. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk vond, vergeet dan niet om een duimpje omhoog te doen. En wie weet is er dan weer een 24 Kitchen nog voor de kerstvakantie. Ik zei weer bijna fout. En als je meer van Denise wilt zien, kun je natuurlijk ook eventjes op Denise klikken. Dan ga je naar haar kanaal toe. Heel erg bedankt weer voor het kijken. Ik zie jullie natuurlijk volgende week Thursday weer, maar tot die tijd.
Stay fabulous! Doei! Muah. Heb je trek gekregen in nog meer 24 Kitchen? Klik dan op de twee video's die nu in beeld staan. Of kijk in de beschrijving, daar staat een linkje naar de afspeellijst. En vergeet me natuurlijk niet te volgen op Twitter, Instagram en Snapchat. Dan hou ik je op de hoogte van al mijn avonturen. Tot volgende week Thursday. Doei!